Het schip deed mij aan een zeilreis voor scootjes op het Gooimeer. Even voor tweeën ging het mis. De Lutgerdina Smeltekop uit Huizen ging met volle vaart om. Thomas van den Ende, die vaart op de Aqualiner, zag het gebeuren. De boot kapseisde door de wind. Ik denk dat ze schoot te strak hebben gehad. En toen is hij zeg maar, met de mast in de modder gedoken. Er zit een hele klodder modder op de mast, boven op de mast. En daarna is hij zeg maar, recht gekanteld en nu steekt de mast met het zeil boven water. Op het moment dat de boot omging, zaten er 18 mensen op het scootje. Zij hielden slechts een nat pak over aan het ongeluk. Nou, iedereen had een reddingsvest aan, gelukkig. Dus dan zie je onmiddellijk oranje poppetjes drijven ernaast. Heeft hij ze nog kunnen helpen door ze eruit te halen? Nee, we hebben wel onmiddellijk de reddingsdiensten gewaarschuwd. Maar er waren ook onmiddellijk collega's scootjes bij. En die konden gelijk de mensen helpen? Die hebben de mensen zeg maar, eruit gehaald. Het Bottenfestival dat morgen begint heeft overigens geen last van het gezonken scootje. Volgens de organisatie is de vaargul in het Gooimeer breed genoeg voor de botters om langs het schip te varen.